Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Wat jullie hier voor jullie zien zijn de boeken die ik aan het lezen ben. Dat is een serie boeken. Momenteel ben ik aan het derde deel aan het lezen. Dit deel dus, Erfgenaam van Vuur, deel 3 in de Glazen Troon serie. Het is echt een prachtige serie van boeken, vind ik. Heel erg goed geschreven, heel erg vlot leesbaar. Het is een dus de genre van fantasie-avontuur. Dus wat ik zelf ook wel heel graag lees. Het volgende deel heb ik ook al in huis. Het vierde deel. De Koningin van de Schaduw. En zoals dat jullie zien is dit deel ook wel iets dikker als het vorige. Dus het is echt wel redelijk dik. En het is echt wel... heel fijn om te lezen. Ik ben echt iemand die heel graag leest. Dus het is een van mijn grootste hobby's, een van mijn grootste passies. Dit deel is dus iets dunner. Zoals dat jullie zien in elk deel van... Het zijn 7 delen in totaal van deze boekenserie. En in elk deel zou dus iets dikker worden. Dus het 7e deel gaat dus echt wel een heel erg dik boek zijn. Maar omdat ik graag lees, heb ik daar echt geen enkel probleem mee. Ik zal nog even de achterkant hier voorlezen over wat deze boeken precies gaan. Dus Selena Sardaudin is een 18-jarige sluipmoordenaar in het koninkrijk Adarlan, een corrupt land met een tyrannieke heerser. Na een jaar gevangenschap wordt haar vrijheid beloofd mits ze een toernooi wint en zo de nieuwe kampioen van de koning wordt. De Glazen Troon-serie volgt Selena als ze onverwachte bondgenootschappen sluit, verstrikt raakt in samenzweringen, vecht en steeds meer geheim ontrafelt over het koninkrijk. Maar de ontdekkingen die ze doet over zichzelf zijn misschien nog wat schokkender. Dus dit is een korte samenvatting hier over waar de boeken over gaan. En ja, zoals ik al zei, is het echt volledig mijn ding. Ik lees er elke dag een aantal hoofdstukken in. Ik ben er wel lang mee bezig voordat ik ze uit heb. Ik heb al van mensen gehoord dat ze zo'n boek op één dag kunnen uitlezen. Ik weet niet hoe dat ze dat doen. Ik ben er toch wel een veel langer aan bezig. Ook al lees ik elke dag een aantal hoofdstukken. Maar het zijn toch wel meestal 60 hoofdstukken of zo in zo'n boek. En hoe verder je gaat in de serie, hoe meer hoofdstukken dat er zijn. Dus voor elk nieuw boek dat ik ga lezen uit deze serie, ga ik nog meer leestijd nodig hebben. Oké, dit is hetgene waar ik momenteel ook heel erg mee bezig ben. Heel veel lezen. Als ik in bad ga, lees ik deze boeken. Net voordat ik ga slapen, lees ik de boeken. Als ik 's avonds in de zetel zit, lees ik. Dus het is echt wel een heel grote passie van mij. Ik ben er heel erg veel mee bezig. En dat wil ik nog graag even delen met jullie vandaag. Ja, ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. En voor degene, de lezers die naar deze video kijken, kan ik deze boeken zeker aanraden. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd en heel erg veel liefs van mij.